Maar voelde je nou niet extra dat Breidinger voelt toen 3 doelpunten werden afgekeurd van 2 van Muren? Ah, heerlijk. Breda nu. Nou, Leon, mogen weer, hè? Ja. Heerlijk. Het duurde lang, hè, die zomerstop. Ik heb het nooit zo meegemaakt dat het zo lang duurde, die zomerstop. Wel, terwijl we eigenlijk best vroeg zijn begonnen op de kalender. 9 augustus of zo was de eerste thuiswedstrijd, eerste uitwedstrijd. Maar het was blij dat het voorbij was. Maar wat is er veel gebeurd in de zomerstop? Ja, joh. Was 25 spelers weg, man. Ja, volgens mij is dat... Ongelooflijk. NAC is echt wat dat betreft van dat soort rare unicums, zeg maar. Dat je gewoon in een zomertijd van 26 spelers afraakt. Of in ieder geval 26 nieuwe. Ja, gewoon, dat zijn bijna... Nou, volgens mij hebben we 3 nieuwe elftallen kunnen maken. Ah, maar laten we heel eerlijk zijn, hè. Het is toch wel een wonder, hè, dat je in die Gersbach kwijt kunt raken. Ja. En Kali, op laatste moment alsnog. Ja. En Rosheuvel en Kasseneer. Ja. Ik vind het is toch ongelooflijk? Het is toch raar dat van die clubs nu wel investeren als het gast. Ik vind het wel knap van degene die dat voor elkaar heeft gekregen. Die krijgt van mij wel een biertje. Een beetje, dan doen we een biertje binnenkort, hè, met van de abbedeelde... Ja, precies. Ja, die moeten we er wel even voor bedanken. Hoor. Maar, ik wil blij zijn dat die jongens van de Illich erbij zijn gekomen. Oh, die zijn weer goed, hè. Ja. Toen gingen we in één keer weer wat draaien. Daar waren we wel wat blij mee. En Dogan natuurlijk goede spits. Olai, prima keeper. Eerlijk. Ja. Ja, goede keeper. Ja, kijk, het is nog geen top, maar van NAC is het al... Nee, het is maar hij houdt een bal tegen. Dat hebben we volgens seizoen ook niet gezien, hè? Ja, dat is lang geleden, hoor. Want de laatste die echt een bal is tegen daar, dat was Peter van der Merwe. Maar dat is... we hebben er weer eentje, hoor. Maar toen... Kom, de eerste test. Cambuur, potentieel toppertje. En ja, moeten we eerlijk zijn, die wedstrijd hadden we niet mogen winnen eigenlijk, hè? Ja, dat is ook zo. Kijk, je wint nooit onverdiend. Zeg ik altijd, behalve als de scheidsrechter hem zelf inschopt, zeg maar. Maar we dwongen het ook af. Maar over het spel gezien, daar kwamen wel wat kwetsbaarheden naar boven. Maar voelde je nou niet extra dat Breidinger voelt toen 3 doelpunten werden afgekeurd van 2 van Muren? Heerlijk. Ja, Robert Muren, ja. Och, jongens. Dat geeft nog extra glans aan de overwinning. Ja, exact. Want we hadden zo'n fobie voor ex-nakkers die bij, hè, als ik dan dit tegen NAC moeten, want die zullen wel weer gaan scoren. Ja, en dan weer 3 minder. Ja, dat was wel mooi. Ja, dat was wel verdiend. Ja. Maar er is nog een keer goed nieuws. We hebben thuis gesleuteld voor de beker. Dat is toch ongelooflijk. En daar begon ik me een beetje zorgen te maken. Als we nou een keer altijd zitten tegen, dan hadden we die uitwedstrijden. Maar ondanks destijds, we hebben een periode gehad dat we alleen maar uitwedstrijden hadden. Maar wel een keer een halve finale van de beker stonden. Ja. En ik van, dat zou wel typisch NAC zijn. Want typisch NAC is weer precies dat als je dan een keer thuis speelt, dat je dan een gigantische zeepert krijgt. Omdat we gewoon niet meer weten hoe het is om een bekerambiance in een thuiswedstrijd te beleven en dat we dan weer genadeloos onderuit gaan. Maar even gisteren niet emmen, hè. Dat is wel een stevig ploegje nog. Maar, eerlijk, komt het lijstje aan, een mooie tegenstanders waar we goed kunnen tegen kunnen oefenen, vervolgens emmen eruit knikken. Ja. Goed aan het vertrouwen kunnen werken, hè, zeggen ze dan. Oh, dat is ook heel gevaarlijk, dus ben ik al zo vaak fout gekomen. Vertrouwen, En als je in Eindhoven, dat zijn ook tegenstanders die je eigenlijk moet hebben. Hè. Ik kan NEC niet goed peilen, want dat is echt gewoon echt zwaar afgezwakt. En hoe dat nou zich aan het... Of dat die nou een beetje aan het herstellen zijn. Och man, die maken rare dingen mee. Hij staat nou 13 of zo, 14, hè? Ja. Maar ook zij, hè, spelen gelijk tegen de Graafschap. Het verliezen van, bij wijze van spreken, van Jong AZ of weet ik het. Ja. Dat zou toch gewoon wel beter moeten zijn, hè? Ja, precies wel. Ja, als we gewoon een goede aanloop hebben, we hebben vertrouwen, de puzzelstukjes vallen weer op de goede plek. Tegen Top Os, allemaal geen gekke dingen gedaan. Nee. Dan moet er gewoon lekker op een vrijdagavond, moeten we daar een mooi avondje nak van maken. Dan is het weer wat donkerder, ambiance, avondje nak. Ik zie wat kansen. En dan FC Eindhoven. Weet je precies een gevalletje NEC? Ja. Niet te peilen. Aardig elftal. Maar eerlijk, Eindhoven heeft natuurlijk wel de beste speler natuurlijk, verkocht aan de Graafschap. Ronke van de Bomen. Ja. Hij is toch wel flinke aanlating voor die gasten. Ja, dat klopt. En dan, ik denk misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de maand. De toppertje bovenin. Ik hoop dat we dan nog in minimaal tweede staan. Ja. Thuis tegen de Graafschap.
Wat een leuke wedstrijd, hè? Ja, wat leuk. Heerlijk. Ja, ondanks dat het op een maandag is, we hebben dat vaker meegemaakt dat het op maandag toch best gezellig kan zijn. Au, ja. Deze ochtend. Ja. Maar, ja. Maar dus